Zullen we starten? Ja. Let's go. Aaron, ga naar je plek. Valspelers. Een beetje meekijken met mijn stream. Nee, ik wil niet. Ik heb geen op stream. Oh, erg. Ik ga lachen als Aaron imposter is, want hij stond in de keuken. Ah, kijk. Okay. Maar goed, eventjes, er is ook iemand dood. Ik denk misschien willen we daar ook aan. Nee. Wie weet. Op zich. Wel nee. Maar wie, oh, Sander. Navigation. Heb je whisky gevonden? Navigation. Dat is rechts. Dat was het ook alweer. Oh, je dacht in een trapkast. En ik heb iemand zien staan bij weapons, maar ik weet niet meer wie, volgens mij. Ik stond bij weapons. Wie zegt dat? Zhukov. Zhukov. Oké, ja, nee, ja, dat dacht ik dus ook al. Oké. Jij zou het gedaan kunnen hebben, maar voor de rest zou kunnen, maar ik weet het niet zeker, zeg maar. Ik weet ook niet of je naar onder bent gelopen. Ik ben ook naar onder gelopen. Ok. Dat is... Ah, het is wel eerlijk, ja. Ik denk niet dat iemand dat inderdaad, zou zeggen. Ja, het zou eerlijk zijn. Het is een beetje... Ja, of dit is omgekeerde psychologie. Ja, dat kan nee, ook nee, toch, nee. Ja. Zo slim ben ik ook weer niet, hoor. Het is gewoon een ja, of het is gewoon een self-report. Dat kan ook nog, ja. Dat kan ook. Oeh. Zullen we daar maar gewoon vanuit gaan, jongens? Ja. Oké, duidelijk. Oh, oké, okay. Ja. vind ik snel. Eerlijk is eerlijk. Best wel snel, ja. Oké. Kan ik me hier nog tegen verdedigen? Ja, nee, gewoon niet. Nee, gewoon stemmen jongens, niet verdedigen. Ja, nou, eerste insteek. Ik vind het wel een snelle reactie, maar het zal wel. Ik stem niet mee jongens. Oh, toch wel? Oké. Je hebt geluk, Sander. Ik vond het te sneu dit. Even kijken, hoe gaan we dit doen? Oké, ik heb zwart in storage, heel dichtbij die jerrycan. Ja. Yeah. Babushka. Desk is. Ja, ik weet alleen dat. Weer groen voor mij in de lekker. Oh, dit vind ik wel. Oh, shoot. Wacht, waar lag het is? Waar lag het lichaam? In storage, bij die jerrycan. Maar wacht, leg ze dan maar uit waarbij dan eerst heel vlug de elektriciteit binnenloopt. En dan voordat je überhaupt een taak kan af hebben, loop je terug om daar een body te porten. Dat klopt niet helemaal. Want het liep net uit de elektriciteit dinges. Ik had die ene dat je naar boven moet slepen, die is echt heel snel klaar. Naar boven moet slepen. Ja, je hebt wel zo'n dingetje die je omhoog moet slepen, ja. Dat is echt 2 seconden werk. Ik ben binnen no time klaar. Ja. Voor de rest had ik daar geen tas. En ik zag groen. Voor mij zag ik in electrical. Toen waren de deuren dicht. Dus ik zag hem uitkomen. Dus... Ja, maar waarom zou ik eerst iemand vermoorden en vervolgens electrical binnenlopen en eruit lopen? Als ik dat zou binnenlopen, zou ik gewoon venten. Niet, dus de tweede keer dat je een body report, dus dat is ook wel een beetje vreemd. Dat jij 2 keer er heeft gevonden. Deze ronde gaan we weer als imposter en dan ben ik echt dom imposter ooit. Ja maar dat kan ook een hele goede tactiek zijn. Nou, je mag me daaruit stemmen. Ja, is goed, maar is duidelijk. Oh, ik ga weer 2 keer beschuldigen. Oké. Doe maar. Wat ik denk dat het duidelijk of Sander of Zhukov, maar... Staat trouwens aan of je kan zien dat iemand eruit is of niet. Als je mij er nu uitstemt, is er nog maar één iemand die... nee, zijn er nog maar 3 mensen die geen imposter zijn. Dat is een goede berekening. Wacht, je zei als je eruit staat, is er ook iemand die imposter is. Dat wou je eigenlijk zeggen. Inderdaad, ja. Wat is dit nou? Wacht, ik snap het even niet. Ik ook niet. Goed, okay, het gaat heel moeilijk worden voor jullie.
Ik maar nu vinden jullie ook maar uit wie het wel is ook. Ik ga niks meer doen. Ook. Nice. Steeds begon bij mij te twijfelen. Je stond al echt zo te kijken van, zou ik het doen? Ja. Maar ik doe het dus. Milan niet. Very clean, very clean. Oké, nee, ik dacht wel eventjes dat jij een... dat ik het dan erbij hoorde. Ja? Ja, logisch. Nee, nee. Goed, ik ben benieuwd. Oh. Oh. Hey. Oh, Aaron. Milan, hoe lang stond jij daar al? Ja, hoe heet het? Ik zag hem in mijn... ik zat die download te doen en toen zag ik hem liggen. Toen wou ik al weg en toen was jij er. Dat was heel erg sus, ik snap het. Maar ik zag hem echt pas toen ik in de download zat. Ik zag het wel. Oké, wie heb je... binnen zien komen, behalve ik. Of eruit. Niemand, want ik kwam er echt net aan, drukte op de download en toen zag ik de body en toen liep jij meteen zeg maar achter mij aan. Waar, jongens? Waarom heb ik dat zoiets zelf excuses? Admin, sorry. Oh, Admin. Ik vind het eigenlijk best wel verdacht. Ja, maar dat snap ik helemaal. Ik ben het echt niet, maar ik snap het helemaal. Dit was... Ik heb die body gewoon niet gezien, zeg maar. En toen zag ik hem en toen wou ik er naartoe lopen. Toen was het andere. Kijk, het is dat ik weet, er zijn nu 2 mensen en ik wil niet de verkeerde eruit stemmen. Nee, want dan hoeft er maar zo'n keer gebeuren en dan... Ja, precies. Dan hebben we bijna zeker verloren. Ja. Ja, mag iemand met me meelopen? Het was echt per ongeluk, echt. Ja, maar ik hij heb klinkt wel heel onschuldig, inderdaad. Stemmen, want het is echt heel makkelijk om... Maar heeft er iemand minuut... Sponge gezien? Nee. Nou ja, zijn body wel, maar Sponge zelf niet. Nee, maar, dat was Aarons body toch die hij pakte? Sander, dat was toch Aarons body die hij pakte? Nee, het was Oranje. Zeker? Oh! Maar als ze in 2 elkaar gewoon zitten te dekken. Ja, dat zou wel echt geniaal zijn, maar ik ben het echt niet. Ja. Dan was het echt het beste potje ooit. Nee. Maar goed, dat is dus niet aan de hand. Dus skippen dan toch maar. I guess, ja. Ik heb echt geen idee. Ja, dit gaat sowieso fout. Ze hoeven maar 2 kills te maken. Jawel. Stephanie? Ja? Waarom loop jij de reactor in terwijl de oxygen afgaat? Omdat nee, het was niet eens de reactor, het was die engine. Ja. Omdat ik dacht, er gaat iemand anders wat doen en ik wil gewoon een task doen. Ja, geldt voor Milan. Ja, jullie klopt. Kennen mij toch? Ook, geldt ook voor mij, klopt zeker. Ja, dat zag jullie twee inderdaad ook. Maar daar heb ik... Ja, ik kom echt zo over dit potje. Ja, maar, best wel. Maar, ik zie overal pijlen, dus ik dacht van... Oké, volgens mij is het de reactor. Dus ik loop helemaal naar de reactor toe. En toen kwam ik erachter, het is hier helemaal niet. Dus, want uiteindelijk ben ik nog wel bij OT4. Er zijn gele pijlen en een rood geven. Was. En toen zag ik ineens... Wacht eens even, het is oxygen. Wat de fuck is Milan aan het doen? Maar ja, ik vond een beetje... Ja, ik weet niet of dit echt iets is, want dit kun je ook als speler doen namelijk. Dus het hoeft niet per se imposter mode te zijn, maar... We vinden nog helemaal niemand. En als er 2 zijn die er niet heen gaan... Nou goed, ze hebben tenminste de taak af en nou is de killcon ook weer reset, dus als ze gewoon weer skippen is niks aan de hand. Dat is waar. Ja. Ik vind het best. Oké.
Nee. Rapport. Ja. Sukkel. Ja, ja, Steve. Ja, ja. Dat boven op de body doet helemaal nee. niks. Nee. Oh, Milan. Nee. Nee, 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 nee. Ik denk het wel. Ik was in die rondjes aan het rennen. Nee. Ik was bij security en daar zag ik Luc liggen. En toen dacht ik, yo, ik ga reporten. En toen drukte ik per ongeluk op security. En toen was Milan er een keer en deed hij report. Maar Milan was wel heel erg in de buurt alweer. Nee, dat is echt bullshit. Ik weet wel zeker, nee, ik weet wel zeker dat Sander het niet is. Want Sander, tenminste, dat die niet die kill heeft gemaakt. Omdat Sander rechts was. Die was van storage naar richting shields gelopen. Maar ja, Milan, klopt. Jij zag mijn schoot die kant helemaal rechts onderin. Ik heb hem gezien inderdaad. Ja, ja, en ik heb hem in storage gezien. En vanuit storage liep ik meteen naar communication toe. En daar stond Steve op de body next te doen. Helemaal niet. Ik steeds bij security. Dus niet communication. Nee, ik zei... communication. Je zei communication. Ik bedoel security. Ja, nee, ik bedoel security. Ja, ik stond bij security. Want ik wilde gaan kijken naar de camera's. Denk je, yo. Moet iets gebeuren. Oh, ja, dan moet iets gebeuren. Ja, ja. Nee, maar ja, ik had geen task op het moment, serieus. Oh, okay. Er zat ook iemand op de camera's, want volgens mij toen ik naar boven liep, ik ging van shield naar boven, zeg maar, naar weapons. Luke is als die in security ligt. Dat was branden. Luke voordat Steve hem killde. Hmm. Helemaal niet, was Luke. Luke was naar dood. Maar wat gaan we doen? We gaan nou, nou stemmen. Ja, ik ga gewoon echt stemmen, want dit is echt... Ja, jongens, is echt. Ga jij maar stemmen, Steve? Ja. Ik denk dat het een hele slimme play van Milan is. Nee, echt niet. Ik zweer het. Ja, een hele slimme play. Dat denk ik. Nee, het is het echt. Ja, en jullie zijn er niet voor. Wat is dit nou weer? Oh, jongens. Waarom had je Oxygen gepikt? Waarom? Waarom had ik? Oxygen gefixt. We konden daar letterlijk blijven staan aan degene die voorbij kwam killen. Ah, oh, dat was ook slim inderdaad, ja. Zou ik ja. denken. Oké. Okay. Mocht geen moeilijke dingen vragen, hè? Ja, echt heel moeilijk. Geadvanceerd. Nou, dat wordt praktiek. Oké. Die gaan we pakken. Ah, oké. Ik had even moeite met de mute. In Navigation lag hij naast een stoel. Sponge, had ik gevonden trouwens. Oh. Wacht. Ik zag Aaron net voorbij komen lopen. En Steve rende erachteraan. Hoe kan dat? Oké, okay, nee. Wacht. Waar was dat? Dat was net voor bij een cafetera, alleen dan richting admin. Zeg maar. Ja, dat moet kloppen, want mijn download was af, zeg maar. Toen kwam meteen de report button bij mij in beeld te staan. En toen ging de emergency af, zeg maar. Nee. Het is Milan. Oké, ik liep net richting communications. En daar nee, want Milan kan niet zijn, want die stond net bij mij te wachten. Milan, en die heeft ook gewoon een taak gedaan waar ik bij stond. Ja, ik ga je hem nou weer in verdediging nemen. Ik heb hem nooit in verdediging genomen. Ja, het kunnen Milan en Luke zijn. Hé, doe nou eens niet zo lastig, alsjeblieft. Ik vind hun verhaal op zich wel logisch. Dat wou ik zeggen. Je bent gewoon Stefkes. Nee. Ik ga voor nu met jullie mee. Op wie stemmen we? Ja. Op Milan. Nee, op Steve. Oké, ik hoor hier twee verschillende seintjes. Het is Stephanie. Het is Milan. Ik zag Aaron en Steve voorbij komen lopen en op een gegeven moment is Aaron dood. Oh ja, dat was het originele verhaal. Duidelijk. Nee. Het was sowieso Stephanie, dus en dan hoef ik er nog maar één. Oké, admin, card swipe. 3, 5, 9, 2, 8, hotseflots.
Oké, Milan, vertel. Ik heb het lichaam heb ik in Electrical gevonden. Toen ik vanuit de admin de O2 heb gedaan, zeg maar. Liep ik samen met Luke richting Storage. En toen ben ik naar Electrical gelopen. En toen lag daar het lichaam. Daar kan ik 100% waarborgen. Ja, maar het is wel weer Luke. Jullie kunnen het ook niet. Dat kan niet. Oh, wacht. Sander, dat kan niet. Want we zijn allemaal met 4 personen over. Dus het zou moeten betekenen dat er nog maar 1 imposter is. Oh. Dus Steve was sowieso een imposter. Als we de goede hadden. Dat moet, want anders zouden er nu nog 2 zijn. Ja, want er zijn 3 mensen gekilled. En wij hebben Steve eruit gestemd. Ja, sowieso. Ja. Ja, als Milan en Luke elkaar de hele tijd kunnen coveren. Nou, niet de hele tijd. Ik weet alleen dat laatste stukje. Ja, niet de hele tijd. Nou. Hij is voor mij het minst verdacht in ieder geval. Maar ik zeg niet dat hij helemaal van mijn lijstje is, zeg maar. Waarom hebben we het trouwens niet over whisky gehad? Wel, ik heb de eerste O2 gefixt en ben daarna naar de tweede O2. Maar we hebben het eigenlijk ook niet echt over Sander gehad. Oh, nee. Dat klopt. Dus wat heb jij gedaan? Ik liep net naar MedBay toe om die 60 seconden scan te klaren. Zeg. Daar heb ik hem trouwens zien doen. Oh, okay. Ik heb hem zien dat hij de eerste keer aanzette. Dus ja, daar hebben we trouwens maar 1 persoon over. Dat is whisky. Dat durf ik wel aan. Ik wou ook al whisky stemmen. Ja, zeg hé. Hey, omdat Jan en Luke elkaar houden vooruit. Nu hoop ik wel dat het klopt. Blijkt het Luke te zijn. Eeuw! Oh, nice! Dat was echt pure gok gewoon. Nee, dat is de waking gok. Ik zag gewoon iedereen dat hebben gedaan. Ik dacht, jij was ook de enige die overbleef. Hey, ik vond het op waking heel echt prachtig. Oh ja, je zegt dat ik net deed kennen. Nee, omdat ik jou door heb. Ja, zij bent het probleem. Nee. Oh. Wie van jullie bent trouwens wakker om straks verkiezing te kijken? Dat was wel een hele goede vraag. Gelijk. Niemand? Zeker niet. Nee, joh. Ik weet niet of ik hem wakker voor mij. Dat zie ik ook wel. Het is geen Game of Thrones. All around me are familiar faces. Was ik gewoon niet wakker geworden. Dus meer één. Heb er wel over zitten te twijfelen hoor, maar ik denk niet dat ik dat ga doen. Nee, dat zie ik morgen. Nou, dan moeten echt meer mensen doodgaan als het. Als ik daar ja, maar daar hoop ik op iets van een burgerholder of zo. Dat zou wel vet zijn. Wie blijft nou opschrijven in kamers? Mijn god. Oké, Aron, hoe kan je dit uitleggen? Ik ben gewoon bezig. Ik hoor even opgesloten in kamers. Ik loop de reactor binnen. Of ja, nee, ik loop de gang door. Ik zie Aron de reactor bij uitlopen. Ik loop de reactor binnen. En ligt er een lijk. Hé man, wat wil jij? Ik weet het al wel hoor. Ja. Wat? Nee, dit volg ik niet. Kom erop neer, Aaron maakt iemand dood, hij loopt de kamer uit en ik kom er net inlopen. Als je het niet volgt, ben je waarschijnlijk de imposter. Fuck jullie. Wee. Fly away. Oh, dat wilde ik net doen.
Ja, ik wou niks melden of zo, maar ik wou even zeggen, degene die het licht blijft uitzetten, die verdient echt een kogel gewoon. Nee, maar ik kon net iets emergency midden, want ik was er bij de security aan het kijken en ik zag Sponge venten. Oh, echt. Oké, okay, ja. Het was gewoon een knowing you fucked up. Sponge? Ik was een beetje aan het kijken en toen dacht ik, yo. I got him. Her. Ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. Nee, in Brabant zeggen we altijd hij. Oh, ze kan niet praten. We zijn heel kennelijk neutraal hier. Ze kan niks zeggen. Oh. Haar ding doet het niet, haar microfoon. Nee. Ja, inderdaad. Ik denk... hoor je wel, maar kan niks zeggen. Ja, dat is gewoon... Smoesjes! Punch me, got you! We begrijpen het. Ik niet. Ja, nee, maar jij niet. Ik ook niet. De ex van Luc. De ex van Luc. En geen vriendelijke afscheid genomen. Jawel hoor, maar ik kun niet. Ik wil een scheidslijn tussen privé en... En werk? Ik ben naar Italië gegaan, maar wat voor werk? Ja, afgewerkt. Nee, afgewerkt. Oh,